Heinz, heeft u de vertrouwen in vandaag? Eigenlijk niet. Nee, laat maar door mijn beeld heen hoor. Deze afstraffing moet gefilmd worden. Ja. Doe het. Pak je rest, hè. Die laatste man? Nee. Tien, die is van die voetbal bij Stammerdam. Lekker op de bal. Even terug op Leon. Gewezen. Zie wat staan in dat doel. Lichaam, geen lichaam. Dat was niks. Hoor. Oh ja, nee hoor. Ik maak eens ook geen probleem. Mag even. Nee, we zijn bijna leeg. Maar dus het was net te laat. De bank van vandaag. Dus de assistent trainer, hij houdt hier iets verborgen achter zijn rug. Ik ben net zo uit zoals je voelt. Het staat toch al lang 1-0. Ja, zwaar overtreding. Goed dekken, mannen. Ja! Goed zo. Ja, nee. Dit is ook de slechtste wedstrijd van heel dat drie klasses die je maar kan verzinnen natuurlijk. Hou die druk erop jongens op de laatste man. De scheidsrechter van vandaag. Björn Kuipers. Dit wordt hem. Robben! Weet ik niet. Moet je aan Piet vragen, die weet het wel. Je kan die man eigenlijk vast contracteren. Ja, die ik denk dat maar een paar contracten moet opstaan. Pieter. Wessel. Pieter. Erik draait. Pieter erin. Piet, kijk het voor je knie. Ja,
Ja, er gebeurt daar ook wat, haast hem tegenkomen. Kom gekeept! Oh, zag je dat? Wie is die keeper? Waar hebben die vandaan? Ja, die ook voor Zeldam. Alles Zeldam. Die dak Wesley. Mag dat wel eigenlijk allemaal? Steeds andere spelers bedoel je. Ja, zolang ze maar niet ook met een A-team meedoen, dan mag dat. Of je mag met twee teams meedoen of zo. Maar... Moet je ook spelen, moet je ook formulieren en spelen. Ja. Het is wel een klein beetje professioneel. Klein beetje maar. Kom op mannen! Zou de KVB van de voetbal dit willen zien in dit filmpje? Zou die hier waren om van? Ik denk dat die Nee, nee, daar ben ik niet van. Adriaan van de bal. Dat was Peter van den Berg. Wat? Ja, tuurlijk. Dit is Klaas. Tuurlijk. Arthur van der Sar. Rust houden, kom maar gewoon rust. Henry! Henry! Oké. Henry, de laatste man lopen. Kijk, Henry is er terug. Je moet proberen de laatste man uit je positie te trekken. Ik geloof niet dat hij aanvallend heel erg goed is. Ik geloof niet dat er iemand bij een aanvallend erg goed is. Maar het zijn allemaal zich. Hey jongens, ze moeten wel één in hoor. Bijna weer terug bij ons. Bijna de camera. Ik wil even op de hemel waar. De Lepelaar! 1-0 Bechtum. Ik zou het doen, maar nee, dan ben ik wel een special.
zo ingrepen. Dat is niet goed, hè? Hij is niet. Wat gaat die keeper doen, jongen? Wat gaat die keeper doen? Je staat erop hoor. We hadden 3 contracten klaarleggen, maar er is er 1 verscheurd op dit moment. Er moet nog goed overwogen worden of ik met die jongen door. Eindelijk een kans om een clean sheet te hebben. Sliding. Nou, keeper, ik staat, weet niet hoor. Staat die op film? Wat, van de keeper? Ja, die staat erop. Die scheids, geweldig. Ik heb er ook helemaal niks mee. Scheids, even kijken. Oh, Fietje! Weer mag hier, weer mag hier. Ze staat er dus 2. Jij doet het voor hem. Goed zo, gezien met die voor jou. Rammen! Hoe gaat iedereen van de aankap? Ik krijg een burgerpuntje in actie van de keeper, maar het is niet, niet slim. Ja, je loopt in de. Ho, ho! Ja, tijd, Pieter! Door die andere kant, door die Piet! Ja, op de. Ja, speel je hoor. Oude Jaap. Nou, dan gaat Adriano, maar ik kan het niet meer lopen. Ja, ik denk niet dat dat contract getekend moet worden. Jammer, Piet. Oh, ik. Heet Willem. Adriano. Willem Adriano. Oh. Zo. Dat stond nog op camera, zeg die bal. Hoi, bal hoor. Waar zien we dit nou nog, jongens? De scheids die plezier heeft in zijn werk. Scheids, ik doe het spreid niet mee, want ik kan helemaal niet groter worden. Ik ben de Piet. Dat doet. Piet heet niet goed. Ja! Yeah! 2-1, vecht hem! Keeper! Keeper! Die kan weer mee naar voren!
Ja, ze worden zin. Bechtem heeft het veld overwicht weer terug te pakken. Grand Toren Tolles, rijdt voor de slag. Zo heet het. Grand Toren Tolles. Ja, echt. Ramekijk. Lepel. Actie! Ja, dat kan wel een paar. Dat geld wat we nu spenderen aan de keeper, dat kan wel beheerder doen. Ja, die is echt wel goed hoor, maar we zien er niet uit. Oh, Romeo. Ik vind dat Adriaan ook maar weinig in de spits slaapt. Jezus Jordi. Slecht hoor. Verstekeling, oh ja. Dit weerspiegelt echt het niveau van Grant Thornton, laatste fragment. Kijk, weer zo'n fragment. Actie, actie. Pieter zweet als een monk. Kijk eens, de techniek. Oeh. In de midden. Nee joh. Tijd hè. En het is rust.